komende vanuit de Betaniestraat over de Hekelaan richting Sluis 0 zien we links villa's uit de jaren 30. Zo rond 1900 was dat wel even totaal anders. Naast de Sint-Jacobskerk en het Arsenaal zag je daar nog tuinderijen en de Diepstraatwijk. Een echte volkswijk met vele straatjes en steegjes. In de loop der jaren werden voor herinrichting van dit stadsdeel een aantal plannen ontwikkeld. Hiervoor ging als eerste op de schop begin jaren 30 de wijk met de huidige Betaniestraat, waar we eens gaan kijken hoe het er toen uitzag. Vanuit de Hintermstraat gaan we de Sint-Jacobstraat in en komen langs het gesticht Reinier van Arkel en het Sint-Jacobshof, waar we stoppen voor het voormalig Arsenaal. Samen met het Sint-Jacobshof was dit tot 1924 in gebruik als kazerne. Aan de overkant waren daar nog de loodsen van de artillerie, die later in gebruik werden genomen door rijtuigfabriek Verstegen. Na de sloop hiervan kwamen daarvoor in de plaats nieuwe woningen. Het arsenaal zelf was eerder al in gebruik genomen door het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Tegenwoordig is dit het Groot Tuighuis. Wat verderop stond daar nog een deel van het uit de 15e eeuw stammende Betanieklooster. Met aan de achterkant nog het restant van wat eens was de kapel. Hoewel het klooster door de nonnen verlaten en de kapel begin 1700 gesloopt, lijkt het nu net of dat er weer paters zijn ingetrokken. Het klooster was echter al meer dan een eeuw lang in gebruik als paardenstalling en hovenierswoning. Vanuit de poort hiervan kon je recht de Sint-Jacobskerkhof in en kwam je langs de poort van het voormalig Deventer gasthuis. Waar eerder nog de velden vol stonden met groenten en met op de achtergrond het plantsoenzichthofje, werd in begin gemaakt met de aanleg van de Betaniestraat. Wat meer naar rechts kwam je uit op het erf van Piet van Tiel, een hovenier en veehouder en als enige in de wijk met een waterput. Vanaf de Hekelaan kon je linksaf de Diepstraatwijk in en kwam je uit aan het begin van de Diepstraat. Vele woningen waren hier al onbewoonbaar verklaard en ging ook deze wijk begin jaren 50 op de schop. Vooraan rechts in de Diepstraat was het dit naamloos en doodlopend steegje met op de achtergrond de bomen aan de Hekelaan. Wat verder kon je linksaf achter de Roskam in. Hier gezien vanuit het Allemansgat, waar de sloophamer al heeft toegeslagen. Aan de andere kant van de straat was er de Uilenspiegel, die weer uitkwam in de Windmolenbergstraat. Iets verderop, hier links van de lantaarnpaal, was er de Krengelgang. Halverwege die gang had je zicht op de Sint-Antoniuskapel en de toegang tot de Stijfselpot. Wellicht als een der laatste in de wijk woonde daar op de hoek nog oma, die in de verte de kleinkinderen zag aankomen lopen. Zij wilde ons ook nog even haar paard laten zien, dat aan de Hekelaan in de wei stond. Voorbij de Krengelgang waren nog twee naamloze straatjes. Van daaruit kon je binnendoor naar de Stijfselpot en de Windmolenbergstraat in. Een eind verderop zat daar aan de achterkant de sloperij van Erp. Bij Sluis 0 aangekomen kon je linksaf het Sint-Antoniestraatje in en kwam je langs de winkels van Wex en van Deurze. Van daaruit linksaf de Hintermstraat in met even verderop de Sint-Antoniuskapel. Na de beeldenstorm werd hier van de voorgevel verbouwd en werd de kapel een woning met pakhuis.
In 1910 werd deze weer in ere hersteld en werden nieuwe beelden geplaatst. Aan de achterkant zat nog een steegje met een toegangsdeur tot de kapel, waarachter nog net de contouren van een schilderij waren te zien. In de windmolen Bergstraat zat links gediplomeerd hoefsmid Henry Verstappen. In de smederij was hij toen bezig met het maken van lampen ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Den Bosch. Voorbij de smederij kon je dan weer de stijfselpot in. Wat verderop was er dan nog het winkeltje van Maria van Laarhoven. Als laatste werden ook deze huizen gesloopt. Wat overbleef was de Sint-Antoniuskapel, waar eind jaren 50 werd begonnen met de bouw van het bejaardentehuis Antoniegaarde. Het was het sluitstuk van een totaal vernieuwd stadsdeel.